hier zie je mijn afstudeerproject, genaamd Sustainable Environment. En dat is een project waarbij een ruimtelijk ontwerp is gemaakt, een paviljoen. En het staat centraal voor mijn persoonlijke ontwikkeling, de duurzame ontwikkeling die momenteel speelt en de invloeden van de omgeving. Mijn proces startende met dit project ben ik gaan kijken naar mijn loopbaan op het CIBAB. En hiervoor heb ik gemerkt dat ik eigenlijk veel ervaring heb in interieur, maar weinig ervaring heb in architectuur, waar ik wel graag meer over zou willen leren. En daarom ben ik gaan kijken naar mogelijkheden en ben ik deze uitdaging aangegaan. De vormgeving is geïnspireerd op de natuur. En voor mijn persoonlijke ontwikkeling ben ik ook nog gaan kijken naar de nieuwe programma's die ik zou graag willen leren. Zo heb ik bekende vaardigheden zoals SketchUp gecombineerd met nieuwe vaardigheden zoals Twinmotion. En tot slot heb ik nog een tijdschrift gemaakt om ook mij als ontwerper te kunnen verbreden op het grafische gebied.